aflevering 1302. Dit is de allerlaatste speciale uitzending van Pauw en Witteman. Ik heb nog één vraag, sorry. Die wil ik, heb ik al twee keer proberen te stellen. Waarom willen jullie vrouwen aan tafel hebben? Wat is er zo leuk aan die vrouwen? Nou, ze aarzelen, ze hebben geen mening, ze durven. Ja, veel mening. Ja. Er is toch ontzettend veel leuk aan vrouwen. Ze zijn geestig. Oh. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, ziet je nog iets gebeuren? Nee, dat hoeven we toch niet echt uit te leggen? Natuurlijk wel. Ja, het is heerlijk om vrouwen aan tafel te hebben om verschillende redenen. Gewoon natuurlijk omdat de vrouwelijke blik anders is dan de mannelijke blik. Omdat de vrouwelijke toon anders is dan de mannelijke toon. Omdat een vrouw op een andere manier naar een kwestie kijkt als hier aan tafel wat gebeurt. En het is een algemeenheid van diepe treurigheid is als hier alleen maar mannen in pakken aan tafel zitten. Over de hele linie is dit een redelijk fatsoenlijk programma. Dus in die zin zal ik jullie ook missen. Ik zeg gewoon weg. Verbrand? Weg. Waar het lek vandaan komt, geen flauw idee. Wat is weg? Weg. Dit soort dingen zijn pas aan de hand als het aan de hand zijn. Het is pas aan de orde als het aan de orde is. Maar wat ontbrak 8 jaar de nationale dagsluiting? Hele volksstammen die te laat naar bed gingen en de volgende dag bij de koffieautomaat met kleine ogen stonden na te praten. Ik vind het een heel gek idee dat jullie er straks niet meer met z'n tweeën zitten om 11 uur met die twee vertrouwde hoofden naast elkaar. Altijd met goede gasten, altijd met het nieuws van de dag. Dat gaat heel erg wennen worden. We hebben best veel publiek vandaag. De plaatjes werken niet. Er werkt hier niks. Tyfuszooi hier. Maar ja, het is ook wel goed hè. Het was wel klaar hè. Hadden jullie zelf ook konden horen. Het is eigenlijk was veel te veel. Al die mannen in die pakken aan die tafel. Kon niet meer, hè. Lieve Paul en Jeroen, het is dan nu voor bijna 8 jaar. Ik ben er 8 keer in geweest in al die 8 jaar. Valt mij een beetje tegen, ik dacht het meer was. Zeg, ik vind het zelf ook buitengewoon jammer dat u ophoudt. Alhoewel, ik eerlijk gezegd me wel iets bij kan voorstellen. Want als je dat 8 jaar samen doet, heel intensief is dat. Waar is het toilet precies? Het toilet, dan moet je even die kant op. Ja. Wij danken u allen. Wij danken het publiek. Wij danken u kijkers thuis dat u 8 jaar lang in toch zeer hoge mate heeft willen kijken. We nemen afscheid een beetje van elkaar, maar dat doen we niet zonder dan dat we de champagne openen. Precies, daar kan best een drankje bij gebruikt worden. Ja.